Het nieuws dat Marco Laurens vertrekt als televisiedirecteur van Talpa, kwam in de zomer als donderslag bij heldere hemel. Plotseling is zijn functie overgenomen door Frans Klein, de in opspraak geraakte televisiebobo van de NPO. En in persberichten is iedereen er altijd zogenaamd hartstikke content mee, hartstikke tevreden. Maar hoe zit het echt? Marco vertelt nu in het AD dat hij inderdaad best wel even schrok toen hij hoorde wat de grote baas John de Mol van plan was met zijn functie. Natuurlijk word je daar liever eerder in gekend, maar ik weet hoe die dingen gaan. Er was vertrouwelijkheid, omdat Frans nog een en ander moest afronden bij de NPO. Aanvankelijk voerde John de gesprekken met Frans dus achter Marco's rug om. Uiteindelijk hebben we er open gesprekken over gehad. John wilde dolgraag dat ik het met Frans ging doen, maar ik heb een andere keuze gemaakt. Er is dus geen sprake van boosheid, benadrukt Marco. Hij vond het een volrecht om met John de Mol samen te werken. Ik heb hem met enige regelmaat onder het tapijt willen schoffelen, en maar drammen en maar doorgaan. Ik heb avonden gehad dat ik dacht: Hoe lang duurt deze vergadering nog? Word jij nooit eens moe? Hij vervolgt, tegelijkertijd, de passie en drive van die man om te creëren heb ik nooit van mijn leven bij iemand gezien. Overigens is het een misverstand dat je John niet kunt tegenspreken. Van de receptionist tot en met de beveiliger: iedereen kan tegen hem zeggen: dit is geen goed idee. Vliegt die receptionist of beveiliger er de volgende dag uit? Nee, verzekert Marco: er is één maar, je moet dan wel zeggen hoe je het dan wel zou willen. Hij zal dan altijd luisteren. Maar goed, waarom wilde hij nou niet samen met Frans? Nou, dat is het niet, is zozeer, meent Marco. Ik miste de laatste twee jaar toch de meer creatieve kant van mijn werk. Daar wil ik meer naar terug. In welke vorm, daar ga ik over nadenken.